Brandweer Duikvereniging Kuik gaat zaterdag met de landelijke opschoondag bij de Lavendelkade en Walstro onder water de kades opruimen. Nu kunnen we zien wat er zoal gedumpt wordt in het water. De bedoeling is dat je als brandweer duikvereniging Kuik hier het afval van de bodem mag halen bij het steiger. In het kader van heel Nederland schoon. Dan gaan we dadelijk kijken wat er te vinden is. Hoop je veel? Er zal pas aan het vinken, maar de stasie gaat zit niet meer op de blikken. Dus er zal iets minder liggen als vorig jaar, maar we gaan het zien. Ja, oké. Okay. We gaan meekijken. Zo, oké. Okay. Oké. Okay. Er werd in korte tijd veel plastic afval en blik omhoog gehaald. Zelfs een rivierkreeftje werd er opgevist en weer teruggezet.